so you got Slash on Apple Pop, and all the fuck you do is a lazy clap, clap, clap. Are you faggots or what? If you see Slash, if you see Slash, hey Slash, what the fuck? Hey man. Get him from the podium. I paid you tomorrow, so stay. Okay, if you see Slash, you should make noise as if you see the Lord, okay? Het jongetje is Slash en het meisje, dat is de cameraman. Zo, zo. I think they're gonna marry. Anyway, Slash! Hey, 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 don't fuck on stage, man, come on. Okay, Slash. Ladies and gentlemen, Slash is gonna play a song. Make some noise. De bejaarde komt uit Lazina Rajutum. Die kreeg een briefje, ze mochten naar Apple Pop toe. Met een hele bus naar de vakantieman. Ze maakten er een gezellig dagje van. Iedereen in het nieuw en iedereen blij. Na drie uur rijden kwamen zij. Ze moesten snel gaan zitten, heel dicht op elkaar. En de regisseur liep zo meteen bekken dicht. Niet in de camera kijken, en klap is verplicht. Als ik zwaai met mijn papiertje, gaan de handen op elkaar. Het is 1995 en mijn leven zal ingrijpend veranderen. Want dit is goede tijden, slechte tijden. Shakespeare een puntje aan kunnen zuigen. Punica!